Goedemiddag meneer, alles goed? Oh, ja, wat verwacht u allemaal vandaag? Interessante presentaties. Mm-hmm. Ja, leerrijke informatie. Mm-hmm. Hallo, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, je ziet er goed uit. Dank u wel. En wat verwacht u van vandaag? Veel bezoekers, veel potentie voor mooie nieuwe kansen voor Tibus. Ja, en wilt u eens meer vertellen over uw geheime relatie met Penelope Cruz? Dat kan ik vandaag nog niet vertellen. Is het de eerste keer dat u komt? Nee, het is niet de eerste keer. Nee, u bent nog genomineerd geweest. Genomineerd dan? Nee, maar ik ben al wel geweest. Ah, u bent u wel geweest. Ja. En wat verwacht u allemaal vandaag? Een leuke dag. Ja, ja. Goeiedag meneer, alles goed? Alles goed, dank u. Ja, mag ik eens een paar vragen stellen? Ja, zeker. Waarom bent u het afgetrapt tijdens de opnames van de nieuwe langspeelfilm Xylos? Het duurt veel te lang. Het duurt veel te lang. Dank u. Goeiedag. Ik heb nog vrienden meegenomen ook. Ja, ja. Ik vind het zo leuk vrienden leren om met z'n allen aanwezig te zijn. Ja. Proficiat met uw nominatie. Dank u. En verwacht u dat u zal winnen? Uiteraard, altijd. Wat verwacht u vandaag allemaal? Veel interessante en leuke dingen. Veel interessante en leuke dingen. Ik denk dat u dat zal krijgen. Zeker weten. Mag ik verwacht u allemaal vandaag? Oh, het een en ander en toch wel een pak leuke interessante zaken. Ja. Daarvoor komen we naar hier, voor leuke en interessante zaken. En voor interessante mensen te ontmoeten? Uiteraard. Hallo, dag meneer, alles goed? Ja, alles in orde. U ziet er heel goed uit. Dank u wel. Van welke ontwerper? Van Gucci. Gucci, dat dacht ik al. Ja. Goeiedag, Jacques, alles goed? Ja, zeg, perfect. Proficiat. Ik ben juist grootvader geworden. Dus. Is het waar? Voor de zevende keer. Voor de zevende keer? Zeven kleinzonen. And you have a relation with Jude Law? Misschien heet If I should have a relation with him, I'm not going to tell you. No.